Ja, die blessure, maar je hebt best wel wat tegenslagen gehad. Ja. 2015, zwaar ongeluk ook. Ja. Je nek gebroken. Heftig gewoon. Hoe, ja, als je dit allemaal dan meeneemt, hè, neem je dat dan ook mee op die baan? Is dat een onderdeel van een drijfveer? Ja, zeker. Wat ik net heb gezegd, in de finale, dat ik die 43-7 had gelopen, dat is echt wat ik alles heb meegenomen vanaf 2015. Alle tegenslagen, ik heb al het verdriet, het harde werk, heb ik meegenomen in mijn race. Want even voor de duidelijkheid, hoe was je er toen aan toe in 2015, toen dit gebeurde? Echt heel slecht. Ik had echt heel wat type aanvallen, paniekaanvallen, Ja, woede. je hebt een zware auto-ongeluk gehad. Ja. En ik was toen, dat was 2015. 2015 was toen ook mijn beste jaar uit mijn carrière. En ik had gezegd van, we gaan naar Rio. Het jaar erop in 2016. En weet je, toen gebeurde het ongeluk. En toen alles is gewoon plat, niks, geen Je Rio. hebt echt een hele lange tijd Ja. gerevalideerd daarna, hè? Ja, Na ja. dat ongeluk. En dan zeg jij van, nou ja, paniekaanvallen, Ja, depressie. depressie, ja, van alles, ja. Hoe klim je daar dan uit? Ja, ik heb een belofte gemaakt toen ik aan het revalideren was met mezelf. Ik heb gezegd, ik ga hoe dan ook naar de Spelen. Het maakt mij niet uit welke Spelen. Maar ik ga wel naar de Spelen, want ik heb dat gezegd. Als kleinkind wil ik altijd naar de Spelen. En ik ga niks, niks voor niks gaat in de weg komen van mijn droom. Lieke, jij bent de geliefde van Terrence. Ja, dat is toch. Ja, ik volg je sinds kort ook even op Instagram. Nou zag ik een story van jou waarin je dit deelde. Ook dit verhaal wat Terrence nu ook vertelt. Als je hem dan zo ziet winnen en zo ziet, terug ziet komen, denk je dan ook aan al deze momenten, al deze gevechten die hij heeft geleverd? Ja, 100%. Dat is ook een beetje, weet je, in onze relatie, we hebben alles zo, zo nauw meegemaakt. En ook al die dingen nou, alle dieptepunten, zeg maar. En dit was zo'n hoogtepunt. En dat hij ook, wat hij net zegt, zo hard loopt, tweede snelste tijd in die hele finale. Dan zie je gewoon dat hij boven zichzelf uitstijgt. En dat tekent hem ook wel.